Goedemorgen iedereen, het is vandaag een woensdag en wij zitten hier in Amsterdam bij een van onze favoriete plekjes, dus de Metropolitan. En hierboven zit Café de Paris. Ja, die zit op het Rokin, dus het is echt net naast de Dam en we hebben net super lekkere dingen besteld. Onder andere de French Toast, die hebben we wel eens vaker gehad. En Tara heeft net ook Peaches and Cream Sandwich. Ik weet niet, ik heb het nog nooit gehad, maar het klonk super lekker. Het klonk mega lekker en koffietjes komen eraan. En we kunnen niet wachten om hier lekker die broodjes te gaan eten. Maar we gaan het zo meteen laten zien, want we hebben er echt veel zin in. En het is gewoon vandaag een super lekkere zonnige dag. Klein beetje afgekoeld, zoals we heel erg chill. En ja, zijn we vandaag alweer samen op pad in Amsterdam. En we zitten hier op een lekkere comfortabele bank. En dan hebben we hier uitzicht naar buiten. Dus we zitten een soort van half buiten. Ja, het is echt heel gezellig. Lekker chill, bijkomen. Oeh, de yumminess has arrived. Dit is de famous French toast. Die is echt super goed. Ik weet even niet eens goed meer wat dit is. Het is heel lekker, een soort van sausje, vanilleachtig sausje. Lekker wat rood fruit. En dit is dan de peaches and cream. Oeh, die persiken zijn een beetje gegrild. Warme persik en dan een cream, ja. Oh, ziet er ook mega lekker uit. Dus, enjoy! Nou, we hebben echt lekker gegeten en we staan nu op de Dam en hier vlakbij zitten zoals Tren en Grennen en we kunnen het gewoon niet laten om er altijd heel eventjes naar binnen te lopen. En ik ben ook deze keer weer geslaagd met twee kleine dingetjes en daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus dacht, die ga ik eventjes aan jullie laten zien in een soort van mini shoplog. Als eerste deze, dit is een soort van wasmand. Ik denk echt dat, ja, volgens mij is het een wasmand. Ik vond het wel heel leuk patroontje hebben met nepleren. Handvatjes. En je kan deze ook heel makkelijk opvouwen. Dus dat leek me heel erg chill voor als ik hem niet nodig heb. En deze is €6,99. En verder heb ik ook een vaas gekocht. Ja, nee, het zijn misschien niet de meest spannende dingen, maar het is gewoon heel erg handig. En het is een vaas die ik ook ga gebruiken om bijvoorbeeld wat pollepels en dergelijke in te bewaren. En deze was €5,69. Dus ja. Nou, lekker goed geslaagd. En we hadden net ook een afspraak. Die is inmiddels al geweest. En het begint echt gewoon zonniger en warmer te worden. Ik wil inmiddels ook echt mijn jasje uitdoen. Dus we hebben eigenlijk nog een hele dag, een hele vrije dag voor onszelf. Ja, maar wat gaan we doen? Ja, inderdaad. Dat is nog even een vraag. Maar hoe dan ook, wordt denk ik wel een heel lekker dagje met deze zonnige temperaturen. Dus wat we gaan doen, dat zien jullie zo wel. Zo, nou, we zitten inmiddels weer in de auto en we zijn nu onderweg naar Amsterdam Noord. We gaan gewoon eventjes kijken wat we daar kunnen doen. En misschien zie je het al een klein beetje, we zitten in een andere auto dan dat we normaal zitten. We zitten namelijk in een hele mooie Mercedes. Hij en we glijdt over de weg. Ja, hij rijdt soepel. Ja, hij glijdt echt. Hij glijdt als boter. Ja. En we mochten deze auto lenen voor een dagje, dus dat is wel echt heel erg relaxed. En nou ja, zoals Larissa al zei, rijdt hij heel erg lekker en hij ziet er ook echt heel mooi uit. Hij is echt van alle gemakken voorzien gewoon. Het is een automaatje ook nog. Super relaxed dat we dus nu een auto hebben voor de dag. Dus daar willen we wel lekker gebruik van maken, vandaar dat we eventjes naar Amsterdam zijn gereden. En nu gewoon even ja, lekker gaan rondrijden, een beetje op de Bonnefoy. Een beetje cruisen. Een beetje cruisen, een beetje kijken waar we belanden en dan zien we het wel. We zijn naar de NDSM-werf gereden, want hier zitten gewoon lekker veel eetentjes en terrasjes. En we dachten, het is ook lekker weer. Misschien kunnen we even ergens aan het water zitten of zo. Het lijkt me wel relaxed. Wat vind jij, Liz? Yes! Ik heb wel zin in een ijsje. Ja, nou ja, dat kunnen we waarschijnlijk wel scoren hier. Dus ik denk dat we dat maar eventjes moeten gaan doen. Kijk hem in shine. En Larissa heeft hem gerecht op SpongeBob geparkeerd. Oh. Vind ik nou niet echt, dat kan niet, hè? Arme SpongeBob. Nou, we hebben net heel eventjes een video geschoten, een outfit video, dus die gaan jullie binnenkort wel zien op ons kanaal. Super lang geleden dat we dat hadden gedaan en we dachten, why not, het is een lekker dagje. Laten we het weer een keertje doen. Even de jas van Larissa pakken. En dan gaan we nu denk ik maar even doorrijden of even op zoek naar een terrasje. Eén van de twee. Wat denk jij? Misschien kan Lijs het niet. Gaan we doorrijden of gaan we even ergens een terrasje zoeken? Ja, ik vind een terrasje ook wel heel lekker. Ja. Ik heb al dorst gekregen en ik vind het hier altijd wel heel erg leuk om hoe het eruit ziet. Ja,
Oké, terrasje. Hallo, we zijn echt, nou, misschien een minuut verder gereden. En toen kwamen we dit plekje tegen en het heet Plek. Heel erg grappig. En het zit hier aan het water. Het ziet er super vet uit. Het is eigenlijk echt huge. Ik weet niet hoeveel tafels hier hebben, maar het is hier echt groot. Je kan zowel binnen als buiten zitten. Maar buiten zit alles echt vol in de zon en het is zo warm geworden. Maar we hebben een ander heel tof plekje gevonden. Ik weet niet of je het kan zien. Daar zit daar. Het is een heel leuk plekje. Het is een vierkantje met allemaal kussens en een tafeltje hier in het midden. Ze vonden deze echt perfect. En we zitten echt net buiten de deur. Oh, daar. En dus we hebben zo'n lekker windje die naar binnen komt. En we hebben even wat drankjes besteld. En ja, ik ben benieuwd. Het is wel een heel leuk, tof plekje. Een hele toffe locatie. Kan ik nog buiten zitten op het strandje of hebben we dat net opgezet? Ja, ja. Oh, sorry. Ja, lijkt wel leuk. En we hadden natuurlijk ook nog wat lekkers besteld. Ik heb de walnoot carrot cake volgens mij. En er zitten hier wat lekkere sausjes bij. Ziet er echt super yummy uit. En hij is ook echt wel groot. En dat van Tara is ook echt een feest. Ja, dit is een aardbeienbouillon met sorbets en rood fruit. Yum. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Kijk zo lekker het eruit ziet. En Larissa die zit hier. Ze probeert een Instagram te maken. Soms lukt het gewoon echt niet meer. Tough life of an Instagrammer. Zo, we zijn inmiddels wel. Oh my god. En Larissa zat net op de grond. Maar we zijn weer thuis, bij mij nu. En we zijn eventjes de video aan het inladen. En even kijken hoe het verder moet, want we gaan dit weekend naar Brighton! Yay! Maar tegen de tijd dat jullie deze video zien, zijn we weer thuis. Hoe dan ook, we willen ook nog even hoi zeggen tegen alle nieuwe abonnees die we allemaal hebben gekregen via Shilling. Als je die collab video nog niet hebt gezien trouwens, dan zou ik hem zeker even kijken. Ja, ik ben mijn arm aan het ondersteunen, anders wordt het een beetje zwaar. En we hopen dat je het leuk vond om deze vlog te zien en even met ons mee te gaan naar Amsterdam. Als jij nog een leuke hotspot weet in Amsterdam, laat hem zeker even weten in de comments, want we zijn altijd op zoek naar wat nieuws. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En doe ook zeker een duimpje omhoog. En dan zien we heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.